Halloween is hot. De griezelspullen zijn niet aan te slepen. Ik vind deze nogal eng. Deze hele grote. Goedenavond. Ook in Gelderland vandaag. Kinderarbeid in onze provincie. Via dit uitzendbureau zouden kinderen tot diep in de nacht doosjes hebben zitten vouwen. Als jij ze klaarlegt, knip ik. En in Aalten kunnen ze geen streepjescode meer zien. Ja, bent u ze al tegengekomen? Wandelende skeletten of met bloed besmeurde zombies? Maandag dan is het Halloween, maar dit weekend wordt er al flink gegriezeld. Halloween is een feest dat steeds populairder wordt. Deze dagen zijn er overal in de provincie enge optochten. En in parken en bossen kun je aan het schrikken gemaakt worden. Zoals in Eerbeek vanavond. En daar is verslaggever Maaike de Glee. Ja, Maaike, wat gaat daar precies gebeuren? Ziet er creepy uit al. Ja, poppen die over je hoofd vliegen, dat onder meer. Mensen worden hier vanavond in Eerbeek ontzettend bang gemaakt. Halloween, daar draait het allemaal om. En eigenlijk denkt iedereen dat het uit Amerika komt, dat het een Amerikaans feestje is. Maar dat is helemaal niet zo, want het is oorspronkelijk een christelijke traditie, namelijk die van alle heiligen. Vroeger gingen mensen op deze avond langs de graven van overleden familieleden om die te verzorgen. Ja, je kunt je de link natuurlijk wel een beetje voorstellen, langs graven, het griezelen. Nou, de traditie is helemaal verdwenen, maar in de jaren 90 kwam het eigenlijk weer een beetje terug hier naar Nederland toe vanuit Amerika. En eigenlijk de laatste 5 jaar is het enorm in populariteit toegenomen. En dat merken ze bijvoorbeeld ook in de feestwinkels, bijvoorbeeld in Nijmegen. Ja. Zal ik jou zo de blitz maken met een heel kostuum. Met name de bruidsjurken worden erg veel verkocht voor Halloween. Of deze kostuum, of gewoon de Dracula, verpleegsters, dokters. En hoe meer bloed, hoe beter. De feestwinkel in Nijmegen doet de afgelopen maand goede zaken met vandaag absolute topdrukte. Wat heeft u uitgekozen voor uw zoon of dochter? Deze jurk, ja, daar wordt ze nog bij gesminkt. En deze, mijn zoon, die wordt de duivel, zeg maar. Niet alleen de kostuums vliegen over de toonbank. Wie echt wil griezelen, vergeet ook niet de decoratie. Die komen bij deze decoratie, bij die hele grote poppen, die allemaal geluiden kunnen maken. En zoals deze kan. ...3500 mensen komen hier naar Eerbeek om zich de stuipen op het lijf te laten jagen door deze mensen. En dit is nog maar één van die plekken waar het vanavond ontzettend eng is. Ze gaan eigenlijk op de fiets door het hele dorp heen. En Eerbeek is dan niet meer dat gezellige plekje op de Veluwe, maar een echt ghost town. Hoe spannend. En jij bent erbij. Dankjewel, Maaike vanuit Eerbeek. En beelden van Halloween in Eerbeek zijn later vanavond te zien bij ons online. Iets heel anders. Grove beschuldigingen aan het adres van de christelijke gemeente Nederland. Ook wel de Noorse broeders genoemd. Ze zitten onder meer in Terwolde. NRC Handelsblad deed onderzoek. En uit dat onderzoek blijkt dat de streng gelovige gemeenschap kinderen liet werken. Terwijl dat niet mag. Die kinderen moesten onder meer enveloppen vouwen. In dit pand in Teugen zit DWN, het eigen uitzendbureau van de Noorse broeders. NRC heeft mails gepubliceerd waaruit blijkt dat via dit bureau in Terwolde kinderen commercieel werk verrichten om de kas van de kerk te spekken. Zoveel dat sommige ouders aan de bel trekken dat hun kind uitgeput is. De ouders signaleren dat, maken zich ook wel zorgen. Maar dat gaat dan niet zo ver dat zij keihard optreden en zeggen van ja, luister eens even, als het zo moet, dan komen mijn kinderen niet meer. En dat is natuurlijk, we zijn voorzichtig, we noemen dit zelf geen secte, maar het heeft natuurlijk sectarische trekken. En juist dat maakt het in combinatie met commerciële opdrachten heel gevaarlijk. De bedrijven waar de kinderen voor werkten wisten volgens NRC niet dat het uitzendbureau de regels overtrad. Via dit uitzendbureau in Teugen werden vouwfeesten georganiseerd, bijvoorbeeld in Terwolde, waar met taart en gezang families bij elkaar kwamen om bijvoorbeeld voor de postcode loterij enveloppen te vouwen. Het uitzendbureau geeft toe dat daarbij ernstige fouten werden gemaakt als het gaat over de arbeidstijden voor kinderen. En zowel het uitzendbureau als de Noorse broeders betreuren dat, zeggen dat ze maatregelen nemen, maar zeggen ook dat het nooit doelbewust is gebeurd om kinderen in te zetten, aan het werk te zetten, om aan hun inzet geld te verdienen. En eerder dit jaar werd een Apeldoorn al opgepakt, de financiële man van de Noorse broeders, omdat hij miljoenen zou hebben verduisterd van de geloofsgemeenschap.
In Aalten zijn ze dolblij bij voetbalclub AD69. Ze hebben daar namelijk een spiksplinternieuwe grasmat gewonnen, ter waarde van 35.000 euro. Dat allemaal dankzij een wedstrijd van het bedrijf DCM, dat tuinspullen verkoopt. De opdracht was: knip streepjescodes van verpakkingen van dat bedrijf. Nou, dat hebben ze geweten in Aalten. Dankjewel. Prima. Klasje. Nou, dat wordt knippen. Een monsterklus was het om de streepjescodes te verzamelen. Als jij ze klaarlegt, knip ik. Al die moeite. Wel lekker smerig worden. Om een grasmat te winnen. Mijn schaar heeft ook zijn beste tijd gehad van al het knippen. Dus ja, nou, goed. Je doet niet voor niks. Doe je niks, dan weet je zeker dat je het niet hebt. We hebben in de stromende regen heb ik zitten knippen. Tot blaren aan toe. Kwamen de buren voorbij en zeiden ze, ben je nou weer bezig? En dan kwamen ze uren later terug, ben je nog niet klaar? Dus dat geeft wel aan hoeveel tijd er aan besteed is. En vrijdagavond blijkt de Aaltense voetbalclub AD69 de winnaar. Grasmat. Ja, dat is mooi hè. Beter dan kunstgras. Het hoofdveld wordt nu vervangen en dat is maar goed ook. Ja, dat klopt. Aan het begin van het seizoen door de droogte kwamen de engelingen op. En die hebben het gras aangevreten van onderen. En een gigantische schadepost met heel veel schade aan ons hoofdveld. Die schade is nu nog goed te zien, maar volgend jaar niet meer. Want er komt een nieuw voetbalveld. En zometeen zijn spannende boeken een enorm succes. En de inspiratie daarvoor kwam uit Beek. En op een gegeven moment op een dag beginnen al die beken beginnen te bloeden. Dan komt de rode sliert bloed tussen het water uit. Ja, straks, dan ziet u meer. Maar eerst een hartverwarmende actie na een overval in Nijmegen gisteravond. Deze vestiging van broodjeszaak Subway aan de Heijendaalseweg was het doelwit van de overvallers. Met een mes en een pistool werd geld gestolen. Toen twee klanten even later van de overval hoorden, gingen ze met een doos chocolaatjes naar het personeel toe om ze een hart onder de riem te steken. De overvallen medewerkers zijn geschrokken van de overval, maar willen wel snel weer aan de slag gaan. Ja, ook een overval in Eibergen gisteravond. Daar was het een kruidvatwinkel waar iemand die bewapend was binnenkwam. Ook bij die overval werd geld gestolen. Er gingen nog een paar mensen achter de overvaller aan, maar die wisten te ontkomen. Dan nog een hoogbejaarde turnleraar, Tom Kleton uit Apeldoorn. Tot voor kort sprong hij zelf nog op de trampolines. Dat kan nu niet meer door een evenwichtstoornis, maar toch blijft hij lesgeven. En dat lesgeven, dat doet hij al 65 jaar lang. 81 jaar oud is hij al, maar hij geeft nog steeds gewoon turnles. Ja, iets harder gooi je daar aan. Goed zo, meisje. Komt goed in orde. Niet te veel, hè, jongens. Daar. De Apeldoornse Tom Kleton bouwde achter zijn huis een hal. Op de plek waar voorheen een aerobic- en jazzballetzaal stond, waar het allemaal mee begon. En toen kwam ik op een zondagavond thuis en dan was hij weg, helemaal verbrand. Toen hebben we dit aangepakt bij de gemeente om dit hal neer te mogen zetten. Nou, eerst mocht het niet, want dat moet je zelf maar doen. Ik zei, weet je zeker? Nou, als je het hier, dat mag. Nou, toen hebben we dat gedaan, hebben we het hele hal neergezet. Het is voor de meeste leerlingen wel even wennen als ze voor het eerst bij Tom komen trainen. Hij is wel wat milder geworden. Hij zat er vroeger wat meer bovenop. En ik denk ook door zijn leeftijd hij leek toen veel strenger. En nu is dat iets meer vanaf de kant, maar hij corrigeert nog steeds als het nodig is. Ja, ik schrok eigenlijk wel even dat zo'n oude man eigenlijk nog les gaf. Maar ik vond het ook wel heel bijzonder. Het turnvirus brengt hij ook over op zijn gezin. Maar die houden het niet zo lang vol als Tom. Toen ik net kon lopen, mocht ik al op de trampoline springen. Voor zover dat lukte. Tot een jaar of 20 volgehouden. Hé, hey, benen pakken hè, met een salto. Ja. Yeah. Zijn boek Hacks werd uitgebracht in 18 landen. Wordt gewerkt aan een verfilming. Zijn grote voorbeeld Stephen King noemde hem een absoluut briljant verhaal. En ik heb het over thrillerschrijver Thomas Oldeheuvelt uit de Berg en Dal. Dit jaar, 2016, is een mooi jaar voor hem. En tussen alle verplichtingen door was hij weer heel eventjes terug in Beek. Het plaatje dat het decor vormt voor het boek Hacks. Beek is vervloekt. Sinds de 17e eeuw al loopt hier een vrouw rond voor wie de ogen en de mond zijn dichtgenaaid. En zij komt zomaar je huis binnen. Zij kan zomaar nachtlang aan je bed staan. Nou, vloek zorgt ervoor dat als je in Beek bent geboren, dan moet je er ook blijven. Je kunt niet weg. Als je weggaat, dan begint daar vloek op je
mind door te werken en zul je zelfmoord plegen. Dit is de gemeentelijke elektriciteitswerken Nijmegen. Dat is een oud tramstation van de Berglijn hier vroeger. Het hoofdkwartier van het hekscontrolecentrum in feite, waar ze de hacks die hier in Beek rondwaart monitoren, waar alle appjes binnenkomen van de hacksapp waar ze op dat moment verschijnt. Ik ben op tournee geweest in de Verenigde Staten. Geloof 47 seniors, 16, 35 steden gedaan. Oostkust, Westkust, overal. En om in Amerika gewoon zo'n Barnes & Noble binnen te lopen en je eigen boek daar te zien staan bij New Fiction, dat is echt waanzinnig. Stephen King heeft erover getweet. Ik las Stephen King al, ik was er altijd fan van. Vanaf dat ik 12 was of zo las ik zijn boeken. En daar ben ik enorm door gevormd en geïnspireerd. En dat hij dan over jouw boek tweet dat hij het briljant vindt. Nou ja, wat wil je nog meer? Zij is zo'n onnatuurlijk kwaad in feite, dat het zelfs de natuur kan beïnvloeden. Dat op een gegeven moment dan wordt haar iets aangedaan. En op een gegeven moment op een dag beginnen al die beken beginnen te bloeden. Dan komen de rode slieten bloed tussen het water uit. En zo ook hier bij het rad, bij het Kastanjedal hierboven. Maar het gaat in feite over hoe een moderne maatschappij omgaat met zo'n vervreemdend element van buitenaf. En juist, ik denk dat dat het sterke punt uit het boek is, omdat mensen kunnen moeilijk omgaan met iets wat ze niet kennen. Dat zie je in Nederland ook met toen de vluchtelingenstromen binnenkwamen, wat voor chaos daar al uit ontstaat. En dat is nog iets heel erg tastbaars. Ik denk dat heel snel dat vliesje van beschaving wat over ons allemaal heen ligt, dat het heel snel wegvalt. En daar gaat het boek over hoe zo'n maatschappij daarmee omgaat, hoe het vervalt tot bijgeloof, tot massahysterie, massagekte en hoe daardoor de dingen uit de hand lopen. Op dit moment is een bekende screenwriter, ik mag zijn naam nog niet noemen, daar zijn ze mee bezig op dit moment. Is hem aan het bewerken voor een filmscript. Dus het is nu de vraag of het tv-serie wordt of film. Het lijkt nou eerder toch richting film te gaan, feature film, wat ik zelf wel leuk vind eigenlijk. Waanzinnig toch? Ja, want ja. Ja, plannen genoeg. Wilt u Thomas ontmoeten? Dat kan op 10 december, want dan neemt hij een aantal mensen mee tijdens een wandeling door Beek. Het Beek dus van Heks. En dan is het zaterdag tijd om terug te blikken. De meest opvallende en belangrijkste verhalen van de afgelopen dagen. Die ziet u nog één keertje. Dit is ons weekoverzicht. Een vrouw van 83 ligt 4 dagen en 3 nachten buiten in de kou na een val in haar tuin in Klarenbeek. Toch overleefde ze het, vertelt haar zoon. Door heel rustig te zijn. Door niet in paniek te raken. Ze ging er altijd van uit dat er wel hulp zou komen. Het gehandicapte- en leerlingenvervoer gaat op de schop. In de regio Arnhem-Nijmegen is dit vervoer al anders geregeld, maar dat levert veel klachten op. En het gaat nog steeds niet goed. Belangenorganisaties maken zich zorgen. Het wordt steeds populairder jagen op bijvoorbeeld fazanten. En als die gaan vliegen, dan maakt ze dat kokkerende geluid. Kijk. Ze vliegen hier gewoon. De jachtopleidingen zitten allemaal vol. Goedendag mevrouw, ik ben Herman Thomas van de Duitse ambulance uit Isselburg. Duitse ambulances komen vanaf volgend jaar de Nederlandse grens over om hulp te verlenen in noodgevallen. Hoi Haantje, mooi bol. En nou zegt hij, oh, kunstje gedaan. Al jaren worden haantjes vergast omdat niemand ze eet. Onzin, zeggen Gelderse koks. Ze willen het haantje terug op de menukaart. Heel Holland aan de haan. Eet smakelijk. Brengt ons bij het weer. Het was een prachtige dag vandaag, René van den Berg. Misschien zijn de herfstkleuren nu zo langzamerhand wel op een hoogtepunt. Werkelijk schitterend, bijna oogverblindend mooi. Zeker als de zon er ook nog eens een keertje opschijnt. En dat was vandaag natuurlijk ook zo. Wat een mooi weer. Het was zacht. Er was weinig wind met temperaturen tot wel 15 graden. Door een hoge drukgebied om de hoek. Het ligt bijna recht boven ons hoofd. Blijft ook nog even zo. Blijft dus nog even rustig weer. Maar wel met wat meer bewolking. Want vandaag hadden we echt wel geluk met behoorlijk
behoorlijk veel zonneschijn. In de middag ontstond er dan wel wat bewolking, wat laaghangende bewolking. Maar het aandeel zon was ook 's middags toch best nog wel redelijk te noemen. Rustig weer, dat betekent in deze tijd van het jaar vaak ook vorming van nevel en misten. Dat kan vanavond al gebeuren. En vannacht zou die mist zich waarschijnlijk op heel wat plekken wel wat verder gaan uitbreiden. Minimumtemperaturen 4 tot 5 graden, amper wind. Morgen beginnen we waarschijnlijk met nevel en mist. En dat kan wel even duren voordat we die mist dan kwijt zijn. En in de loop van de ochtend zou dat dan toch wel gebeurd moeten zijn op de meeste plaatsen. Maar wat we overhouden is toch vrij veel laaghangende bewolking. We krijgen de zon morgen minder vaak te zien. En later op de dag zou er in de Achterhoek misschien een spatje motregen kunnen vallen. Beste kans op zon in het westelijk deel van het rivierengebied bij 13 tot 14 graden. Weinig wind. Ook op maandag nog rustig najaarsweer met wolkenvelden en een beetje zon. Dinsdag vergelijkbaar weer, een graad of 13. Daarna duidelijk frisser, 10 graden en ook een enkel buitje. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat op steeds meer plekken in onze provincie Halloween wordt gevierd en dat de enge verkleedkostuums goed worden verkocht. En dan nog dit, let op, vannacht gaat de klok een uurtje terug. De wintertijd gaat in, u kunt dus een uurtje langer slapen of een uurtje langer Halloween vieren, wat u wil. Mooie avond.